Dames en heren, geweldig om bij u te zijn vanavond. Mijn eerste vraag is eigenlijk, heeft u enig idee als u hier de trap af komt lopen, of u loopt hier naartoe, of u fietst hier naartoe, u beweegt, dat u dan ook misschien iets doet voor uw geheugenprocessen? U moet even reageren. Wie denkt dat? U moet even hand opsteken. Wie denkt dat? Dat als u beweegt, dat u iets doet voor uw geheugen? Nou, dat is niet veel, hè? Een klein groepje, maar lang niet iedereen. Nou, daar gaat het over. Over dit college, over bewegen en geheugen. Misschien is dan mijn tweede vraag aan u. Kent u de beweegnorm in Nederland? Wie? Waar moet u aan voldoen om aan de beweegnorm in Nederland te kunnen voldoen? Wie roept er wat? Ja? 20 minuten? Half uur per dag? 5 dagen? Er zijn wel eens mensen zeggen 5 dagen per week. Weekend vrij vind ik op zich een beetje merkwaardig. Hè, dat je dat... Ja, half uur per dag minimaal. Heel goed, elke dag. En dan moeten we nog iets bij zeggen. Iets heel essentieels. Wat ontbreekt er nog? Ja, een bepaald tempo, ja. Aan één stuk door. Dat is in ieder geval zo. Dus mensen vragen wel eens, kan het ook 6 x 5 minuten zijn? Antwoord is nee. Het moet een half uur zijn, zeker, minimaal. Maar dan moeten we nog iets bij zeggen, namelijk matig intensief. Ah, dus u moet eigenlijk voelen een hartactie, u moet voelen dat het systeem wat doet. De Engelse literatuur zegt wel een beetje sweating, u moet een beetje zweten. Dan is mijn vraag natuurlijk vervolgens aan u, moet er een beetje in interactie komen, hè? Dat is natuurlijk het leukste. Wie van u heeft vandaag een half uur achter elkaar bewogen, matig intensief? Nou, wie? Dank u, ja. Dat is toch, ja, ik moet even een klein slokje, sorry. Dat is verontrustend. Voelt u met me mee, dames en heren? Als u gelooft in de relatie tussen geheugen en bewegen, en u ziet dat een heel klein percentage van u eigenlijk het vandaag gehaald heeft. Heeft u enig idee hoeveel mensen in Nederland het halen? Die beweegnorm, hè? Half uur per dag. Valt toch nog mee? Ongeveer 40% haalt het. Valt echt mee, hè? Maar 60% haalt het niet. En dat is wel heel zorgelijk.